Wat ik doe. Jij wil weten wat ik doe. Ik zorg ervoor dat kinderen harder werken dan ze zelf dachten dat ze konden. Dat ze meer leren dan ze zelf voor mogelijk hielden. Ik kan iemand die denkt dat hij dom is, zich voor een moment laten voelen als een Nobelprijswinnaar. Ik kan iemand die zichzelf heel slim vindt een vraagteken in zijn ogen geven en laten merken dat het nog veel meer is. Maar ik geef ze allebei het gevoel dat ze erbij horen. Dat ze mij teleurstellen als een ander het gevoel geven dat hij er niet bij hoort. Dat ze allebei hun uiterste best moeten doen voor zichzelf, maar vooral voor elkaar. Ik laat leerlingen een half uur stilzitten als ik wil, maar ik breng ze ook een half uur in beweging. Ik laat ze in stilte werken of juist overleggen. Ik zorg ervoor dat ze zelf iets kunnen ontdekken. Ik kan een goede vraag van een verzonnen vraag onderscheiden. Waarom jij niet naar de wc mag, omdat je dat alleen maar vraagt uit verveling. Dat ze luisteren, denken, praten. Dat ze sorry kunnen zeggen en het ook menen. Ik leer ze lezen, schrijven, bewegen, begrijpen. Ik leer ze meemaken, meeleven, inleven. Ik leer ze dat ze van iemand anders helpen, ook zichzelf helpen. Dat je van iemand iets gunnen nooit minder wordt. Ik leg ze uit dat als ze een ander kunnen begrijpen, dat ze meer zichzelf zijn. Dat ze belangrijk zijn. En dat jij door wie jij bent de ander verandert en andersom. Dat je krijgt wat je geeft. Altijd alles in de relatie. Jij vraagt wat ik doe. Nou, dit is wat ik doe. Dit is wat een leraar doet. Ik probeer het verschil te maken. Nou, mag jij uitleggen wat jij eigenlijk doet?